Dames en heren, goedemiddag. Het is vandaag zondag 3 april, de 91ste uitzending van Licht op Leiden. Hartelijk welkom bij deze uitzending en hartelijk welkom Ariadne Schmid. Je bent vandaag mijn gast in dit gesprek. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat Stalin secretaris werd van de Communistische Partij. En het is ook vandaag precies 100 jaar geleden dat Doris Day werd geboren. Waar heb jij de meeste historische affiniteit mee, denk je? Poeh, dat is een ingewikkelde, een helemaal lastig, in deze periode. Ja. Ik wil niet voor Stalin kiezen natuurlijk, maar het is historisch gezien wel erg belangrijk, denk ik. Hè? Zeker, ja. Zeker. Ja. Hartelijk welkom. Dit heeft allemaal niks met Leiden te maken, terwijl jij hoogleraar stadsgeschiedenis bent in het bijzonder van Leiden, want dat staat bij jouw naam. En dat ben je aan de Leidse Universiteit, terwijl je eigenlijk Amsterdamse bent, hè? Ja. Dat is wel een bijzondere combinatie, denk ik. Ja, daar wordt mij vaker naar gevraagd. Ja. En dan probeer ik dat uit te leggen dat dat de wetenschappelijke distantie bevordert. Maar ik loop inmiddels al professioneel zo ontzettend lang in Leiden dat ik me in elk geval op werkgebied helemaal Leidse voel. Ja, maar je hebt geen aandrang gehad ooit om naar Leiden te komen? Nee, maar dat heeft te maken met de privéomstandigheden. Okay. Het is best handig om een partner in Amsterdam te hebben die dicht bij de kinderen is. Die zijn nu niet meer zo klein. Ja. Maar als ik op congres ben of in het buitenland, dat er iemand is die thuis de honneurs waarneemt. Ja. Of in ieder geval de taken. Ja. Nou, Ariadne, we gaan het hebben over jou en je werk. En dat begint eigenlijk altijd met de vraag, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Hoe zat jouw thuissituatie in elkaar? Ja, kun je daar iets over vertellen? Zeker. Ik ben geboren in Groningen. Ja. In het ziekenhuis in de stad Groningen. Mijn ouders woonden toen in Uithuizen. Daar heb ik zelf heel kort gewoond, in Uithuizen. Want het verhaal wat mijn ouders vertellen is, jij werd geboren, dus moest er geld op de plank. Dus zij studeerde toen nog. Net wel, net niet. Een beetje zo. Heel jong dus? Ja, vrij jonge ouders. Ja. En toen zijn we naar Utrecht verhuisd. En daar werd het gezin zeg maar gecomplementeerd. Mijn zusje is daar geboren. Wij schelen heel weinig. Die zijn met z'n tweeën dus? Wij zijn met z'n tweeën, ja. Wat deden je ouders? Mijn moeder die heeft biologie gestudeerd. En is bij een universiteit als analist gaan werken toen. En mijn vader was journalist. Ja. Althans, die had theologie gestudeerd, maar is de journalistiek ingerold daarna. Ja. Ja. Nee, ja. Kom je uit een gelovige achtergrond? Nee, zelf niet. Nee. Mijn ouders, dat was een van de redenen dat mijn vader die overstap gemaakt heeft. Ja, katholieke moeder. Katholieke moeder. Gereformeerde vader. Oh ja. En, ja. Nou, atheïstisch gezin. Twee geloven op één kussen. Zeiden ze dan toch? Waar dat komt zeiden jou, ze, ja. Heb jij enige verklaring waarom je die mooie naam hebt gekregen? Ja. Het is wel een bijzondere naam voor Nederland hier. Ja, het is, in Griekenland hoor je hem heel veel. Ja. Ariadne, dat is dan uitgesproken. Maar mijn vader heeft in de eerste klas van het gymnasium, toen hij dat verhaal over Ariadne hoorde, bedacht, als ik ooit een dochter krijg, dan wordt het Ariadne. Ariadne. Nou, ja. Ja. En hoe heet je zusje? Abeltje. Dat is toch anders, ja. Dat is een Friese naam. Ja. Ja. Je bent gelukkig een fijne jeugd gehad. Ontzettend fijn. Ja, wel een ontzettend leuke tijd in Utrecht. Ja. Woonde daar in de stad, maar buiten spelen. Dat heel veel buiten gespeeld. Ja. Ik heb wat foto's van je jonge jaren bij elkaar. Misschien kun je er, als we kijken, wat bij vertellen. Ja. Eerst deze foto, jij noemt dat zelf toen je het opstuurde, je eerste publicatie. Ja. Daar komt die. Vertel het eens, wat is dit? In Piepschuim. Piepschuim, dat was de jongere rubriek van de Volkskrant. Ja. Waar mijn vader werkt. En ik vond het heerlijk om te schrijven. Ja. Als zevenjarige. Het is... heb ik een verhaaltje geschreven met een tekening erbij over een mannetje. Er was dus een mannetje en die liep. Ja. Zo in het bos. Ja, goed. En dat werd gepubliceerd. En dat stuurde ik in. En dat werd gepubliceerd. En daar was ik natuurlijk heel trots op. Ja, natuurlijk. Geweldig. Ik heb nog een foto van jou dat je aan het musiceren bent. Op een fluit samen met?
Even kijken, dat is een vriendinnetje. Ja, de foto waren met een grote gezelschap, maar ja. Dit is een vriendinnetje. Mijn vader zit er ook bij. Mijn vader speelt op een gewone blokfluit, maar wij spelen op bamboefluiten, ja. Die we eerst dan zelf gingen maken. Dat was een heel karwei, moest je dat allemaal die bamboe afschrapen, gaatjes erin boren. Is dat gebleven, die muziekliefde? Ja, de liefde wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment zelf niet meer speel, maar geniet van de muziek van mijn kinderen. Ja. Maar dat heeft het wel een belangrijke rol gespeeld. Ja, hier is dus een foto met je zusje nog? Ja, dit is Abeltje en daar ben ik. Ja. Ja. Welke leeftijd is dit? Ja, hoe oud zouden we zijn? Begin lagere school in Utrecht. En wij zaten eindeloos. Nou ja, ik zei net, we speelden veel buiten. We speelden ook veel binnen. Eindeloze rollenspellen met al die poppen die weer verjaardagen hadden. En beren die dan gevierd moesten worden. Wat ons dan weer de gelegenheid gaf om een lekkere taart te bakken. Dus, Daar heb ik nog een foto van Puntenburg. Dat vond ik zo'n leuke naam voor een basisschool. Hè? Ja, dat is in het centrum van Utrecht. Ja. Zat ik op school. En, waarom heet die school zo? Dat zou ik waarom heet, niet waarom weten, heet de school maar, Puntenburg? Ik zit even na te denken, wat is het Utrechtse verhaal? Ik ben zo blijde gericht dat ik de hele Utrechtse geschiedenis vergeten ben. Het aardige hiervan is dat je zult misschien denken wat een bijzondere kleren hebben die meisjes aan. Ja. Puntenburg bestond 100 jaar. En wij zijn toen teruggegaan in de tijd en ons verkleed als 100 jaar geleden, hè, 100 jaar eerder. En ik zit daar met mijn vriendin, die nog steeds vriendin is. Die ken ik van de kleuterschool. Kijk. Dus Bente. En Bente is ook mijn paranimf bij mijn promotie geweest. Leuk. Dat is aardig om te zeggen. Ja. Vriendschap voor het leven. Zeker. De volgende foto, dan zijn we een stapje verder. Je gaat naar de middelbare school. Ja. Wat doe je? Gymnasium? VWO heb ik gedaan. Ja. Het was, er werd nog Latijn aan. Dit is op het Jordan, Herman Jordan in Zeist, Montessori Lyceum. Daar werd, toen ik daar kwam, was inmiddels Grieks was afgeschaft. Latijn kon nog wel. Ja. Nou, dat heb ik 2 jaar gedaan. Toen dacht ik, er zijn ook nog andere leuke dingen om me in te verdiepen. Ja. We zijn met een grote groep vanaf de lagere school, vanuit Utrecht. Toen woonde ik nog in Utrecht. Ja. Dan zijn we naar Zeist. Hoe deed je dat? Met de fiets. Met de fiets. Ja, een grote groep. Later zijn we naar Maartensdijk verhuisd. Ja. Een dorpje tussen Utrecht en Hilversum. En dus toen was het niet meer gezellig met z'n allen fietsen. Althans, ik kom niet meer met een grote groep mee. Maar En dan, dat is je middelbare school in Zeist. Ja. En wat denk je dan op dat moment? Wat wil ik worden? Wat ga ik doen? Ja. Wat weet de jonge vrouw dan? Nou, ik wist het heel zeker. En dat is zelfs nog gememoreerd op dat afstuderen. Of hoe noem je dat? Diploma-uitreiking. Ja. Ik wilde de journalistiek in. Kijk. En ik had wel bedacht, dan wil ik eerst iets studeren. Ja. En dat was eigenlijk een keuze tussen Nederlands in Groningen of geschiedenis in Amsterdam. Ik woonde vlakbij Utrecht en dat was dus wel heel duidelijk dat ik niet in Utrecht wilde gaan studeren. Toen dacht ik, daar kom ik natuurlijk nooit los. Ik wil wel een nieuw leven. Zo dacht je, ja, natuurlijk. Ja, ja dus het is Amsterdam geworden. Geschiedenis. Ja. Maar je wilde misschien journalist worden, maar je ging niet naar de school van journalistiek. Nee. Want die was in Utrecht overigens. Ja, dat is. Ja, nee, maar ik wilde graag. Je wilde? Eerst nog een beetje breed kijken. En waarom Amsterdam? Was daar nog een reden voor? Of trok Amsterdam de grote stad? Beide. Die studie leek me leuk, maar het was toch. En dat zag je toen veel in. Dat er veel studenten ook gewoon voor de grote stad. En ik was ook wel bekend met de stad. Mijn moeder is daar opgegroeid. Dus ik had daar familie wonen. En vrienden ook. Dus dat was ook weer niet zo onbekend. Dat vond ik ook wel prettig. Ja. Je ging geschiedenis doen, maar welke richting van de geschiedenis had jouw belangstelling? Ik ben economische en sociale geschiedenis gaan studeren. Is dat economische geschiedenis en ook nog sociale geschiedenis of is het één blok? Toen was dat heel erg gecombineerd, sociaal-economische geschiedenis, ja. Hoe kwam je daarin terecht? Want als je nou kijkt wat je nu mee bezig bent, er zit natuurlijk wel veel economie en sociale, maar is dat niet de eerste, is dat wel achteraf de eerste instap voor wat je nu aan het doen bent?
uiteindelijk wel. Ja, ik heb wel een beetje rondgezworven. Ik heb de keuze voor sociale en economische geschiedenis destijds was die maatschappelijke vraagstukken. Die vond ik heel interessant. Die link ook met die actualiteit die je vaak binnen dat vak hebt. Ja. En dat was nog ingegeven door het idee van ik ga de journalistiek in. Hè. Dat wilde ik heel graag. Ja. Dus dat zat er heel duidelijk in, in die keuze. Ik heb ook heel veel geschreven toen voor studentenblaadjes. Ja. Daar heb ik ook mijn partner leren kennen. Dus dat is ook... Kijk aan. Die heeft ook geschiedenis gestudeerd. Ja. Dus daar was ik heel erg mee bezig. ESG, economische sociale geschiedenis, bouwt daar ook wel de mogelijkheden voor. Ja. Ik heb wat foto's uit die periode. Eerst een hele mooie foto, want daar heb jij bijzondere herinneringen aan, heb ik begrepen. Ja. Ja. Ja, Waar woonde jij dan in Amsterdam? Ik heb op verschrikkelijk veel plekken gewoond in Amsterdam. Het was steeds tijdelijk en het is ook toen lastig om een kamer te vinden. Dus dan zat je steeds weer ergens voor een paar maanden. En op een gegeven moment ben ik bij mijn oma in huis komen te wonen. Die woonde daar in een heel groot huis. En voor mijn oma was het niet meer verantwoord om alleen te wonen. Aanvankelijk woonde familie daar, maar... Toen ben ik daar met een neef van mij die ook studeerde ingetrokken, zijn vriendin. En ik had ook nog een studievriendin. Als mantel kleinkinderen? Eigenlijk wel, ja. De afspraak was, wij zorgen dat oma nooit alleen thuis slaapt. Ja. We laten de hond uit. Ja. En mooi. Konden daar wonen. En dit ben ik aan het bureau van, dat heet nog steeds opa's bureau. Opa's bureau, Ik heb mijn opa zelf nooit gekend. Mijn opa is uit... in 1889 geboren. Ja. Dus dat is heel lang geleden. Dus die heb ik ook nooit gekend. Mijn oma heeft zelf ook gestudeerd. Ja. Maar dat was altijd opa's bureau. En wat had jouw oma gestudeerd? Mijn oma die is wis- en natuurkundige. En je opa? Ook. Oh. Ja. Ja, dat. Kijk, ja. Dat zet zich dan die kennen, wel. Die kennen elkaar uit. Maar goed, een hele andere tak van sport. Hè? Ja, echte beta's allemaal. Ja. Ja. En dan heb ik hier nog een foto van het letterenplatform. Maar wat was dat dan precies? Ja. Dat was de studentenfractie. Mooie foto. Ja, ja, dat is, dit is een beetje een parodie was dat op een foto van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Ik weet niet meer helemaal wat de actualiteit toen was, maar wij zaten in de studentenfractie, het letterenplatform van de faculteitsraad. Ja. Daar ben je actief in geweest? Ja. 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 Je studeert af. En daar hebben we een foto van. Dat was in 1996. Kijk. Ja, ik heb 6 jaar over mijn studie gedaan. Ja. Dat komt er nog. Ja. Ja, bij... Je zegt dat kon toen nog. Ja, kan niet meer, hè? Dat is... Nou ja, goed. Het kan wel, maar... Het is ingewikkeld. Bij Jannie Poelstra en Tera Wijzenbeek. Tera Wijzenbeek die werkte toen nog aan de Universiteit van Amsterdam. Die is later naar Leiden gekomen. Die heb ik wel gekend. Ze is helaas overleden. Ja. Zij heeft ooit een keer een 3 oktober lezing over honger gehouden. Die ik heel interessant vond omdat zij beweerde dat het ging niet in de eerste plaats om de honger, maar om de distributie van de voedsel dat er was. Ja. Zo heb ik tenminste toen het opgepikt. Ja. Wat ik wel een belangrijke theorie vond. Zeker. Anders dan wij altijd dachten. Ja. Je studeert af. Dit is je promotie. Ja. Ja. Klopt. Dan wil je daar iets over vertellen. Want waar promoveerde jij op? Ik heb hier het boek, het handelsboek. Ja. Wat gemaakt. Kijk, zo promoveer je in Nederland met zo'n pil. En dat is dan nog de publieksuitgaven? Ja, nou ja, dat was in 2001 ben ik gepromoveerd. Ja. En inmiddels is er wel wat veranderd in, in de wetenschap. Ja. En is het ongebruikelijker geworden om op zo'n publieks... editie. Ja. Nou ja, goed, het is een proefschrift. Ja. Maar ongebruikelijk. Het gebeurt minder vaak. Het gebeurt ook, laat ik het zo zeggen, het gebeurt nu ook heel vaak dat om te beginnen proefschriften in het Engels geschreven worden. Ja. Of zelfs binnen sociaal-economische geschiedenis ook dat er wel op artikelen die eerst gepubliceerd zijn in het Engels in tijdschriften gepubliceerd worden. Maar dit was inderdaad, dit lag in stapels bij Koiker. Dus daar was ik natuurlijk trots op. Ja.
En kun je dan heel kort vertellen waar het over gaat? Ja, het gaat over weduwen in Leiden in de 17e eeuw. Ja. En misschien denk je, kom je bij het onderwerp. Het was onderdeel van een groter project, de cultuurgeschiedenis van de Republiek. En er werd over heel Nederland, aan verschillende universiteiten, werd onderzoek gedaan over die bijzondere Republiek. Ja. En aanvankelijk zat daar helemaal geen vrouwenonderwerp in. Is er wel weer ingeschreven. Want er was een groep historici die zeiden, er moet ook iets over vrouwen in dat project. Dus daar ben ik op aangenomen en ik had eigenlijk heel veel vrijheid om dat zelf in te vullen. Dat heb ik gedaan bij Henk van Nierop aan de Universiteit van Amsterdam. En het bijzondere van weduwe is dat die terug te vinden zijn in de bronnen. Die zijn handelingsbekwaam, dus die kunnen naar het gerecht en die kunnen naar de notaris. Dus daar vind je veel meer informatie over dan over vrouwen. In tegenstelling tot gehuwde vrouwen, want die waren niet handelingsbekwaam. Inderdaad, ja. Ja. En eigenlijk was dat ook, dat was een beetje de aanleiding, dus het is mogelijk om er onderzoek naar te doen. Maar het is ook heel interessant, want het zijn natuurlijk heel zelfstandige vrouwen. Ja. Nou ja, het Leidsarchief is, zoals je weet, ontzettend uitgebreid en prachtig. En rijk. Daar heb ik de betekenis van het weduwschap. Wat gebeurt er dan als zo'n man wegvalt met zo'n gezin? En dat noem je dan even overleven na de dood. De vrouwen die achterblijven, hoe die hun leven zinvol voort konden zetten, omdat ze min of meer zelfstandig konden zijn. Ja, enerzijds zelfstandig, anderzijds natuurlijk ook tamelijk kwetsbaar. Ja. Maar in een positie die ze daarvoor nooit gekend hebben. Dus dat was, En dan is daarmee eigenlijk al een kern van jouw werk ook nu nog steeds, denk ik, genoemd. Namelijk de positie van vrouwen. Ja. Want dat heeft wel jouw specifieke aandacht ook gekregen in de loop van de tijd. Ja. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog eventjes laten zien. Want jij hebt in je studie je man leren kennen, zei je. Ja. Ook een historicus. Hij is uiteindelijk niet afgestudeerd. hij ging zijn vervangende dienstplicht vervullen op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Ja. Had toen al eigenlijk een liefde voor vormgeving. Is daar beeld en geluid terecht gekomen en is op die manier de grafische kant uitgegaan. Ja. Hier heb ik jouw concrete gezin met een ezel. Met die komt ezel nog verder terug ook. Ja. En ik heb nog een foto met je kinderen. Ja. Dat is de volgende. Ja. Kijk. Vakantiefoto. Hoe heten ze? Dat zijn Yara, Iskander en Nathan. Althans, dat is in deze volgorde, want de leeftijdsvolgorde. Het is, Yara is de oudste, Nathan de tweede. En ook mooie oude namen, hè? Iskander en zo. Ja. En ik heb nog wel die ezel, die zou nog een keer terugkomen. Die hebben we nu ook nog. Kijk, je hebt op de een of andere manier, jullie hebben iets met ezels. We hebben, ja, zeker. het begon eigenlijk, we hadden heel erg iets met wandelen, met lopen in de bergen. Ja. Maar dat is best ingewikkeld met twee kinderen. Aanvankelijk waren het twee, Iskanders een beetje die is 4 jaar na Nathan geboren. Ja. Twee kinderen konden nog op de rug, in de rugdrager. Maar op een gegeven moment werd het te veel om te dragen. En de kinderen werden natuurlijk ook groot. En toen dachten we, maar we kunnen wel die ezels die bagage laten dragen. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. En dus dat is een van onze geliefde vakantiebestedingen om met ezels de berg in te trekken. Waar is dit? Dit is in de Alpen. Ja. Wandelen dus. Boven de, dat doen jullie. Ja. Ja, rondtrekken. Heb je nog andere hobby's die je al of niet met elkaar doet? Even kijken. Behalve kamperen, wandelen in de zomer vooral. En sport is dat ook nog? Sport. Nou. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet bijzonder sportief ben. Nee, hoeft niet. Nee. Hoeft koken. Niet. Koken. Dat doen we wel ook met z'n vijven. Ja. Althans, de kinderen doen dat graag mee. Ja. Oké. Ik stap over naar je werk in Leiden. Ja. Je gaat in Leiden werken op een zeker moment. Ja. Wanneer was dat? Ik ben in Leiden zelf komen werken in 2010. Ja. Eigenlijk voelt het, mijn komst in Leiden, dat is in 96 met mijn proefschrift geweest. Liep ik altijd zo over Dravenburg naar het archief toe. Daarna heb ik op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis gewerkt. Ja. Daar heb ik een onderzoeksproject geleid over vrouwenarbeid in de 17e en de 18e eeuw. Ja. En ook in alle projecten, er waren ook promovendi die daarop werkten. En in al die projecten was Leiden zeg maar de centrale stad. Ja. Dus professioneel zeggen van, ben ik nooit meer uit Leiden nooit vertrokken. Nooit meer weg geworden, nee. En ik ben zelf hier komen werken in 2010. Toen ben je docent in dat vak. Ja. Met een specifieke
opdracht ook? Aanvankelijk was het een samengestelde aanstelling, een beetje onderwijs geven. En ik ben nog, dat heet onderzoeksdirecteur van de, onderwijs moet ik zeggen, directeur van het Postumus Instituut Sociale en Economische Geschiedenis, waar Leiden op dat moment leerstoelhouder van, het bureau was in Leiden gevestigd. Ja. Precies. Ja. Met Jeroen Touwen samen was dat. En aanvankelijk waren dat nog kleine aanstellingen. Ja. Maar daar heb ik vervolgens onderzoek gedaan naar criminaliteit in de vroegmoderne tijd. Maar je hebt universitair alleen in Leiden. Je bent niet in Amsterdam nog geweest om te werken? Na mijn promotie, promotieonderzoek was destijds ook een echte officiële baan. Nog steeds, als een AIO-aanstelling. Ja. Ja. Maar daarna inderdaad het IISG in Amsterdam en dan vervolgens Leiden. Ja. Dan word je hoogleraar. Dat word je ook niet zomaar. Er is niet iemand die zegt, joh, wil jij eens hoogleraar? In jouw geval is dat wel een beetje een bijzonder verhaal. Kun je dat kort vertellen hoe dat gegaan is? Zeker, ja. Er kwam, het bijzondere is, het is de Magdalena Moons leerstoel. Ja. Die is een bijzonder hoogleraarschap. Ja. Vanuit de stad zijn mensen die hebben daar het initiatief toe genomen. Ja. Van een stad met een bijzondere geschiedenis, bijzonder historisch bewustzijn. Ja. Daar past een leerstoel bij. Ja. En dus dat is. Dus de naam de is de Magdalena Moons leerstoel. Ja. Die heeft een naam. Ja. En de opdracht is stadsgeschiedenis in het bijzonder van Leiden. In het bijzonder van Leiden. En dan denk ik ook nog met een speciaal accent op vrouwen natuurlijk. Ja, met bijzondere aandacht voor genderaspecten. Ja. Hebben ze dat? Zo werd dat geadverteerd. En toen ik dat zag, dacht ik. Nou kan ik jou vragen wie was Magdalena Moons, maar dat heb je een keer heel leuk uitgelegd voor TV West en daar hebben we een filmpje van. Magdalena Moons was een dame uit Den Haag die de geliefde was van de Spaanse veldheer Francisco Valdés. Zij zou een cruciale rol hebben gespeeld tijdens het Leidens ontzet. Leiden was belegerd door de Spaanse troepen en de situatie werd echt nijpend. De geuzen die hadden al de dijken doorgestoken, waardoor het land met de bedoeling het land onder water te laten lopen. En Valdés die bedenkt dan, vat het plan op om Leiden aan te vallen. Magdalena Moons zat en die schrikt daarvan, want ze heeft familie in Leiden wonen. En dan bedenkt ze een list, of ze vraagt Valdés om de stad niet aan te vallen. En belooft om in ruil daarvoor met hem te trouwen. Valdés bezwijkt voor dit verzoek. Kort daarop steekt de storm op. Het water stijgt. De Spanjaarden die vluchten en de geuzen kunnen Leiden binnenvaren en bevrijden de stad. Het verhaal raakt in de vergetelheid. Totdat het een halve eeuw later opduikt in een toneelstuk van Renier Bontius. In de herdruk daarvan zien we de jonkvrouw M.M. opduiken die trouwt met Valdés. En dat is het moment eigenlijk, vanaf dat moment zie je dat Magdalena Moons tot een ware heldin uitgroeit. Er verschijnen meer liederen en toneelstukken over Magdalena Moons en ze duikt op in schilderijen. Maar in de 19e eeuw trekken historici haar rol in twijfel, want er is geen schriftelijk bewijs. Wat ook al een rol zal hebben gespeeld, waarschijnlijk, is het vrouwbeeld uit de 19e eeuw. Het zou toch niet waar kunnen zijn dat juist een vrouw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in zo'n belangrijke gebeurtenis in de stadsgeschiedenis. Maar dat beeld kantelt weer als historica Els Kloek een huwelijksdocument van de hertrouwde Magdalena Moons vindt. Achter de naam van Magdalena Moons staat iets doorgestreept. Dat vindt ze opmerkelijk. Ze weet met speciale technieken de doorgestreepte tekst weer leesbaar te maken. En komt dan tot de ontdekking dat daar staat weduwe van Don Valdés. En of dat dan ook betekent dat dat huwelijk een inlossing is geweest van de belofte om met hem te trouwen in ruil voor het niet aanvallen van Leiden. Dat blijft onzeker. Nou, dat was een helder verhaal over wie was Magdalena Moons. Met die prachtige, met het prachtige werkstuk van Erwin Olaf, wat in de Lakenhal hangt. Ik wil heel snel even laten zien, want het was zo leuk. Dat werd vroeger altijd gedaan. Hoe jij binnengehaald werd toen je hoogleraar werd. Ja. In de koets. Met de kleuren en met opgetuigde paarden. En je werd de volgende zie je de oratie. Dat is de officiële lezing die je houdt bij de aanvaarding van je ambt. Ja. En vervolgens zien we nog de receptie. Ja,
Dat is een foto die je overal kan zien. Alleen die toga's zijn zo mooi, hè? Ja, dit was echt zo'n bijzondere dag. Heel erg bijzonder om mee te maken. Ja. Wij moeten schielijk door. Ik wil één project, want je bent met een heleboel dingen bezig. Doordat je stadsgeschiedenis doet, heb je allerlei verbindingen in de stad met clubjes en met verenigingen en stichtingen en noem maar op. Ja. En je treedt heel veel uit. Je hebt de Pieterskerklezing onder andere ook, een van de Pieterskerklezingen gehouden. En je hebt ook een lezing gehouden bij de uitreiking van de penning aan burgemeester Lensvriend, de Scaliger penning. Ja. Dat is een heel prestigieuze penning die hij van de universiteit heeft gekregen. Maar ik wil graag dat je wat vertelt over Transvaal. Oh, kijk, hier is die foto van de Scaliger penning. Dat was in coronatijd. Maar over Transvaal, dat is de volgende foto. Daar sta je en vertel daar wat. Nou, dat vind ik een ontzettend leuk project. Ja. Dit doe ik samen met mijn collega Alicia Schrikker. Hebben we bedacht om de geschiedenis van Transvaal, de Leidswijk, de Hakbijlenbuurt, in te duiken. Ja. En het mooie van die buurt is dat eigenlijk daar de lokale, de globale of mondiale geschiedenis en de koloniale geschiedenis samenkomen. Hè. In de naam zit dat koloniale. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk ook een buurt waar die heel lang gedomineerd is door de fabrieken die daar stonden. Ja. Pijl en door nieuwe huizen. En dus woonden arbeiders in de buurt. Er zijn huizen gebouwd voor de arbeiders. Eigenlijk zie je heel mooi in die buurt de verwevenheid van al die grote verhalen. Ik zou haast zeggen, de Nederlandse geschiedenis en de wereldgeschiedenis, die komen daar samen. En wat we nou willen doen is die geschiedenis samen met de buurt, en samen met de buurtbewoners, naar boven halen. En ook en niet alleen samen met buurt- en buurtbewoners, maar ook met studenten. Ja. Dus die willen we allemaal samenbrengen. En gaan kijken van op welke manier zijn die geschiedenissen nu verweven. En ook tegelijkertijd, en dat vind ik het mooie ook van mijn leerstoel, de manier waar ik daar vorm aan kan geven, te kijken wat betekent geschiedenis nou? Wat zie je nog daar? Ja. En in eerste instantie zie je gewoon huizen, niet zoveel. Maar kijk nou eens goed wat er nog van die geschiedenis zichtbaar is op straat. En wat weten mensen nog? Ja. Maar het aardige is dus dat je dat wat afstandelijke wetenschappelijke werk, dat je dat ook in de Leidse wijk weet te brengen op die manier. Zeker. En dat maakt het dan meer toegankelijk ook voor eigenlijk een heleboel mensen. Ja. Wij zijn eigenlijk al een beetje aan onze tijd. En ik moet dus afscheid van je nemen, wat ik wel erg jammer vind, want ik had nog wel wat te vragen. Ik dank je heel hartelijk voor je komst, voor dit gesprek. Ik wens je heel veel succes bij je werk. En ik wil nog één ding heel kort weten. Gaat het door de leerstoel? Dat hoop ik heel erg. Ja, want ik ben nog lang niet klaar met alle plannen. Ik heb nog voor jaren plannen liggen. Dus het zou geweldig zijn om door te kunnen gaan. Oké. Okay. Ja. Ik wens je heel veel succes, Ariadne. Dames en heren, volgende week zit Ton Kolbeck hier weer met weer een belangrijke gast. Dank u wel.